Vandaag ga ik jou de app ABC Galaxy laten zien. ABC Galaxy is een app speciaal voor kindjes die graag Engels willen leren lezen. De app is ook speciaal gemaakt voor buitenlandse kindjes die dus Engels leren lezen. De letters en woorden binnen deze app worden allemaal ondersteund door Engelse voice-over. Dat is dus ook logisch, want zo leer je dus de uitspraak van de letters en de woorden. Maar er staat ook steeds Nederlandse tekst bij, zodat Nederlandse kindjes snappen wat de bedoeling is. De app bestaat uit 11 sterrenstelsels. Per sterrenstelsel worden er een paar letters aangeboden en woorden van de letters. Ieder sterrenstelsel heeft 5 planeten. Wanneer je voor het eerst met de app speelt, begin je dus met het eerste sterrenstelsel en dat laat ik je nu zien. Zoals je hier kan zien, oefen je altijd eerst de letters wanneer je met een sterrenstelsel begint. Ben je klaar met de letterplaneet, dan speel je de volgende planeet vrij en dan ga je dus de woordjes leren. Ik vind het heel fijn dat de app dus jou door de planeten heen leidt. Dus je krijgt niet de keus uit alles. De app die leidt je dus stap voor stap door langs alle letters en langs alle woorden van de letters, zodat je dan het beste kan leren. Zoals je hier kan zien, begin je dus alle planeten, ook de woordplaneten, altijd eerst met de letters. En daarna ga je door naar de woorden die dus bij de letters horen. Dus dat vind ik heel goed, zodat kinderen een beter beeld krijgen van waar ze mee bezig zijn en met welke klanken ze aan het werk zijn. Zoals je hier kan zien, komen alle woorden en alle klanken langs verpakt in spelletjes. Kinderen zijn gewoon de hele tijd spelletjes aan het spelen. En tijdens het spelen horen ze dus steeds hoe worden de woorden uitgesproken. Leren ze dus de woorden, leren ze welke Engelse namen bij de plaatjes, bij de woorden horen. Dus op een speelse wijze leren de kinderen Engels. Alle sterrenstelsels hebben weer een ander spelletje. Dus kinderen vinden de app niet zo snel saai. Ze raken er niet zo snel op uitgekeken als ze een paar planeten hebben gehad. Want het verschil tussen de planeten van één sterrenstelsel verschilt al qua spel. En dan is ook nog eens per sterrenstelsel een ander spel. Dus dat houdt het gewoon leuk. Wanneer een kind klaar is met een woordplaneet, dan krijgt het dus een woordkaart te zien met alle woorden van het planeet. En dan met rood staat dan ingekleurd welk woord het kind dus gehad heeft. En met zwart staan de woorden gekleurd die het de vorige keer al heeft gehad. En de woorden die nog niet zijn ingekleurd, die moet je kind dus nog oefenen. Dus je kind kan nog gerust terugkomen naar hetzelfde planeet, nog een keer spelen en weer nieuwe woorden oefenen. En zo gaat een kind dus de hele app langs, van planeet tot planeet, om alle woorden en klanken te leren. En de spelletjes zijn gewoon leuk en zijn spannend. En dat maakt dus ook dat de app bruikbaar is voor meerdere leeftijden. Voor jonge kinderen die al graag Engels willen leren, die kunnen al beginnen met deze app. Maar ook oudere kinderen van een jaar of 10, 11, 12, die zullen deze app ook nog wel leuk vinden, omdat de spelletjes dus gewoon heel uitdagend zijn en spannend zijn. En soms ook best moeilijk, want je moet het binnen een korte tijd moet je dus de spelletjes kunnen voltooien. Dus dat maakt dat je deze app goed kan gebruiken voor verschillende leeftijden. Stay loose. Hier laat ik je dus nog een voorbeeld zien van een van de andere spelletjes. Maar onthoud, alle sterrenstelsel hebben een ander spelletje en ieder planeet verschilt dan weer binnen dat spelletje. Car. Camel. Camel. Can. Hier zie je een samenspeelplaneet. Als kinderen dus een sterrenstelsel gehad hebben en ze hebben dus van 3 verschillende letters hebben ze al alle woordjes geoefend, dan kunnen ze samen tegen elkaar spelen. En dan komen dus alle letters en alle woordjes aan bod die ze al geoefend hebben in het sterrenstelsel ervoor.
Dit is wel een hele leuke uitdaging voor kinderen. Want als kinderen willen winnen van jou of van leeftijdsgenoten of van hun meesters of hun juf, dan zullen ze toch wel hun woordkennis goed op peil moeten hebben. Ze moeten dus goed geoefend hebben met de woorden dat ze hier niet meer zoveel moeten nadenken. Hoe sneller je er bent, hoe sneller je reageert en hoe meer kans je dus hebt om te winnen. Dus dit is wel een mooie motivatie voor kinderen om goed te blijven oefenen met de app. Dit is een gratis app, dus dat betekent dat je de sterrenstelsels A, B, C, D, E, F gratis mag spelen en het eerste samenspeelplaneet, zodat je een idee krijgt van de app. Maar wil je dus de hele app, ja, dan zul je dat moeten kopen met een in-app aankoop. En die is op zich beveiligd door het stukje tekst wat er staat, wat je dan moet doen. Oudere kinderen kunnen het lezen. Dus ik raad je wel altijd aan om een wachtwoord te hebben, zodat kinderen niet uit zichzelf een in-app aankoop kunnen maken. Dan biedt de app ook nog een woordlijst met alle woorden van alle planeten die aan bod komen. Je kan dan zien van welke woorden je kind allemaal al gehad heeft, maar je kunt dus ook zien de woorden die je kind nog niet heeft geoefend. En wat ik er heel fijn aan vind, is dat je deze woordlijst kan gebruiken om je uitspraak te oefenen. Of als een kind het woord niet kent. Dus dan drukt je kind op het plaatje en hoort het woord, of je kind drukt op het woord. En dan krijg je de uitspraak te horen. En dan kan je kind dus zo oefenen door het woord steeds na te zeggen. Toen ik juf was in groep 7, liet ik ook heel vaak de kinderen me steeds naspreken. Dan las ik de woorden op en moesten ze me nazeggen. Want ja, aldoende leer je. Als een kind de hele app al heeft uitgespeeld, helemaal klaar is, uitgeoefend is, dan kan je hier dus het spel resetten, zodat een ander kind weer helemaal opnieuw kan beginnen en dus weer door de app langs alle planeten geleid wordt. Ik hoop dat ik jou een idee heb weten te geven over deze app, dat ik je goed heb kunnen laten zien hoe je deze app kan inzetten om je kind Engels te laten leren en te oefenen met Engelse woordjes. Wil jij op de hoogte blijven van de nieuwste en handigste en leerzaamste app? Abonneer dan mijn YouTube-kanaal. Neem ook een kijkje op mijn website www.jufjannie.nl.